voor de naïeve, zo bekoorlijk onbeholpen dichter Jacques Perk, die het literaire noodlot tot een gewichtige mijlpaal heeft gepromoveerd, dook de schoonheid eens op als deine Theos. Het moet een verbluffend moralistische tijd zijn geweest, waarin het sonnet met de bekende terziene schoonheid, o gij, wier naam geheiligd zij, uw wil geschieden, zich aanmeldde als een soort immoralistische openbaring. Voor mij althans is er weinig onschoners denkbaar dan deze propaganda. Weinig onelegantes denkbaar dan deze geforceerde, voor een vage god in de plaats gestelde dame schoonheid, tot wier dienstperk de mensheid geestdriftig oproept. Wie eenmaal u aanschouwt, leefde genoeg. Zo hem de dood in deze stond versloeg. Wat nood hij heeft genoten, het hoogst genot. Hoezeer moet de herontdekking der zintuigen deze generatie en in het bijzonder deze jonggestorvene hebben bezig gehouden? Hoe angstwekkend gevangen moeten de zintuigen geweest zijn dat een onrijpe figuur als die van Perk, het type van de begaafde jongeling die nog veel moet leren, gedurende tientallen jaren het ideaal kon worden van een land dat toch ook een Multatuli had gekend. Perk, die bovendien zo aarzelend, zo vrijzinnig protestants verlegen, zo schooljongensachtig grootsprakig die herontdekking der zintuigen ging ondernemen, heeft lang gegolden en geldt in zekere kringen nog steeds als een bevrijdende geest. En hij zal dat ook geweest zijn voor hen die van de deine Theos der zintuigen waren vervreemd. Voor hen die met hem in de aanbidding der schoonheid een heldendaad volbrachten. Maar laten we ons daarom niets wijsmaken. Dat een overal professionalistische geest als Jacques Perk was de bevrijding kon brengen voor een generatie, bewijst voor ons nog slechts dat men bevrijd moest worden uit een provincie des geestes in het kwadraat. Dat een zo dogmatisch banale oproep aan de schoonheid de illusie kon geven van een verlossing uit dogmatische grenzen, bewijst niet anders dan dat men in die tijd dogma en zedenprekerij, dogma en God, dogma en zintuigloosheid als identieke begrippen was gaan beschouwen. Het dogma der poëzie moest voor Nederland nog worden uitgevonden. Het dogma der heilige schoonheid was omstreeks 80 negatief aanvallend. Het kon zich daarom gemakkelijk voor de tijdgenoten maskeren. Het kon zich, zelfs waar het gehanteerd werd door een uitgesproken moralist als Perk, voordoen als de volkomen vrijwording des geestes van alle banden. En een compleet eerherstel van een tot Chinezendom vervallen volk. Dat Perk op zijn manier een veelbelovend theoloog, namelijk de moraaltheoloog der schoonheidsreligie was, ontging aan hen die moraal en theologie slechts in de maatschappij en de kerk zochten. Die verleerd hadden wantrouwig te zijn tegenover de moraal der dichters, omdat zij onder het voorgeslacht alleen rijmelaars konden vinden. Schoonheid, uw wil geschieden. De wil der schoonheid is inmiddels overal in ruime mate geschied. We hebben niet te klagen. De these dat de kunst de deugd, de zedelijkheid, het goede moet bevorderen, of dat zij schone objecten moet kiezen om aan haar verheven roeping te kunnen voldoen, wordt alleen nog in geestelijke achterbuurten gehoord. Een kunst geboren uit de moraal, een schoonheid voorgeschreven door het recept van de antieke en de renaissance, kennen wij niet meer. Bijgevolg is het overbodig geworden zo ernstig en verrukt tot de schoonheid te bidden als Perk het deed. De schoonheid is geïnstalleerd. Haar rijk is niet langer problematisch. De schooljongen kent het laar-poelaar van buiten. De schoonheid is geen eigenschap der dingen, is ons geleerd. Of kunst is het maken van mooie dingen. Het gebied der schoonheid in Perks jaren een te ontdekken en te veroveren territorium, bewoond door calvinistische Sioux met moralistische tomahawks, is nu een onschuldig Yellowstone Park, vol geëerde en verpoëtiseerde natuurmonumenten, de trots van een beschaafde mens onder toezicht van schoolmeesters en heemschutters. Arme Jacques Perk, het is beter dat niets geregeld en volkomen geschieden, zelfs niet de wil der schoonheid. Want alles wat geregeld en volkomen wordt verwerkelijk, wordt stoffig van banaliteit en vervelend van onlogenbaarheid. En niet waar, tous les gens sont bons, hoor, les gens ennuyeux. Laten we daarom die onlogenbare waarheid dat kunst schoon moet zijn, gevormd moet zijn, vorm moet zijn, eens met rust laten. Misschien kan een volgend geslacht er zichzelf weer aan ontdekken. Het is voor ons niet meer van vitaal belang dat 80 de schoonheid heeft gekroond en haar vijanden heeft vernietigd. We mogen dat historisch appreciëren. Wel kunnen wij er ons vitaal over verwonderen dat 80 met de schoonheid genoegen heeft genomen, niet over de schoonheid heeft willen heenzien. Rest ons de conclusie dat de schoonheid voor 80 een openbaring van zo'n magische volledigheid is geweest, dat zij alle twijfel versloeg, alle verdere perspectieven afsloot, alles inzette op dat eerherstel der geknechte zintuigen. Rest ons de conclusie dat de schoonheid slechts dan belangrijk is wanneer zij ons bevrijdt. En dat men er zich overigens gerust van kan onthouden haar naam te heiligen
en met een hoofdletter te schrijven.